Het was een hele gelovige, lieve, zorgzame man. Heel rechtvaardig, heel strikt. Iemand die ook heel principieel was. Iemand met een sterk geloof ook. Maar misschien ook wel heel rechtlijnig. Een grote, forse man. En hij liep altijd met zijn hand op zijn rug. En een sigaar in de mond. Politieman Dirk Boonstra en zijn collega's weigeren in 1943 Joden op te halen voor transport naar Westerbork. Om een voorbeeld te stellen, wordt de hele groep, 11 man in totaal, gearresteerd. Anderhalf jaar later overlijdt Dirk Boonstra in het Duits concentratiekamp. Dit is nu bed en breakfastkamer, ja. Maar was destijds de kamer, de bodenkamer. Dus... En hier werkten ze dan allebei, eerst opa en later oma. Ja. Jan Gabe Boonstra en Anita Seelen Boonstra, neef en nicht, zijn op bezoek in het voormalig gemeentehuis in Grijpskerk. Hier werkten hun grootouders, Dirk en Antje Boonstra, als bode. Het gezin, met 5 kinderen, woonde op de bovenverdieping. Behalve bode was Dirk Boonstra ook veldwachter. Hier is de foto van grootvader in zijn uniform van veldwachter. Ja, ja. Een hele bekende foto, die hangt bij elk familielid in de woonkamer. Ja. Ja. En ik denk dat jullie vader was die ons op een gegeven moment een heel leuk verhaal over die foto vertelde. Maar die zei van, valt jullie ook iets op aan deze foto? Ja, is het niet geschoren. Ja. En dat kwam natuurlijk omdat de foto gemaakt werd voor Duitse papieren. Ja. En hij gaf aan van, ik scheer me dus niet voor die Duitsers. Nee. Dus dat was, eigenlijk is dit al een kleine verzetsdaad. Ja, dat was het inderdaad. Ja. Naast het gemeentehuis zat destijds de manufacturenzaak van de familie van Weerde. Kijk, dus dit is een mooie foto. Dit is Ali Boonstra. En dat kleine wichtje die daartussen staat, dat ben ik. En dit was in Grijpskerk? Dit was in Grijpskerk. Naast het gemeentehuis waar Aaltje Boonstra woonde. En waar woonde u dan? Aan de overkant. Het buurmeisje van destijds, Gree van Weerde, herinnert zich veldwachter Boonstra als een imposante verschijning. Hij keek altijd heel streng uit natuurlijk. En hij had een snor. En hij was groot. Ja, en ik was een klein meisje natuurlijk. Maar in ieder geval, als Boonstra er dan in de verte aankwam, dan zeiden we al tegen elkaar, oh, er komt Boonstra aan, hoor. Pas op. Niet dat wij ondeugend waren, maar we hadden respect. Hij straalde gezag uit. Ja, ja. Hier zitten eigenlijk alle brieven in, van bijvoorbeeld aanstelling als politieagent in Leeuwarden. Met zijn diploma's, eigenlijk alles van zijn hele leven. En ja, wat dan heel belangrijk is, de brieven uit het kamp. Maart 1943 is voor de plichtsgetrouwe Boonstra een keerpunt. Het begint met een reorganisatie die de Duitsers doorvoeren bij de politie. Veldwachter Boonstra wordt nu ingedeeld bij de groep Grote Gast van de Marechaussee. Op 8 maart krijgt deze groep vanuit Groningen de opdracht 7 Joden, oude en zieke mensen, op te halen voor transport naar Westerbork. Alle politiemannen van de groep, 11 in totaal, weigeren dit dienstbevel. Er is toch nog behoorlijk over gediscussieerd van tevoren, of ze het wel of niet zouden doen. Het was een groep die bestond uit verschillende leeftijden. Je had wat jongere politiefunctionarissen. Ik denk zo 22 en 24 jaar. En mijn opa die was dus tegen de 50. Dus die was echt al wat ouder. Sommigen waren getrouwd, sommigen waren ook niet getrouwd. Ik denk omdat mijn grootvader de oudste was, dat hij wel een beetje een leidende positie had. 3 dagen later worden de 11 politiemannen gearresteerd en naar Groningen gebracht. Daar krijgen ze de wind van voren. Onder andere van de Nederlandse politiepresident De Boer. In een circulaire die hij later rond laat gaan, schrijft De Boer...
Om de macht der Joden te breken worden alle Joden uit de Europese samenleving verwijderd. Het is de plicht van ieder in het belang van zijn eigen cultuur aan de bestrijding van dit gevaar mede te werken. Voor de politie komt daar nog bij dat deze militair gevormde korpsen de bevelen als dienstbevelen onverwijld hebben uit te voeren. Het moeilijke was natuurlijk dat dit bevel kwam van een bezetter. En dat je dus moest nadenken over, ja, maar ga ik dat bevel wel opvolgen? Want ik ben het helemaal niet mee eens. En het is een bekend verhaal dat de politie in Nederland juist regelmatig samenwerkte. Ook als het gaat om de Jodenvervolging, helaas. Boonstra en zijn collega's blijven bij hun standpunt en worden op 12 maart naar kamp Vught gebracht. Hier vandaan schrijft Boonstra brieven. Het verbaast hem dat er maar zo weinig politiemensen in het kamp zitten. Hij begrijpt niet waarom niet meer collega's weigeren Joden op te halen. En dan heeft hij een brief van 4 mei 1943. Hebben jullie reeds kennis van mijn ontslag? Wat moeten de politiemensen hun geweten geweld aandoen en wat zijn ze laf? Heb onze houding nog altijd flinker gevonden dan duiken. Eerlijk hebben we geweigerd en zonder enig recht of wettelijke bepaling kwamen wij hier. Waarom zegt hij, het is eigenlijk veel flinker dan duiken, onderduiken dus? Ja, als je onderduikt, dan ben je toch bang. En hij was echt iemand die liet zien van, dit is mijn principe. Ik wijk voor niks en voor niemand. Nou, eigenlijk was dit de entree van de dienstwoning, een enkele deur en met een trappetje naar beneden. Hier. Thuis in Grijpskerk moet Boonstra's vrouw zich alleen redden met het gezin. Omdat haar man oneervol ontslagen is, krijgt ze voor hem geen salaris. Ondanks de zorgen en ondanks de komst van een NSB-burgemeester in 1944, laat ze in de dienstwoning bovenin het gemeentehuis 4 mensen onderduiken om te ontkomen aan tewerkstelling in Duitsland. Hieronder 2 zonen en een latere schoonzoon. In de zomer hing mijn oma de dekens altijd buiten om te luchten, zogenaamd. En dan konden de onderduikers dan toch nog van de buitenlucht en die gingen daar dan tussen liggen. Dat ze niet vanaf de straat te zien waren. Want ze hadden hier geweren ook opgeslagen en ook een heleboel radio's. Hè? Nee, dat klopt. Ik begin steeds meer te beseffen dat mijn oma dus eigenlijk een hele moedige vrouw geweest moet zijn. Ja. En haar man weg en dan onderduikers in huis. Ongelooflijk hoor, dan moet je toch nog wel kracht hebben. Ja. Ook Dirk Boonstra houdt zich goed in kamp Vught. Maar na ruim een jaar gevangenschap komt de grote klap. Terwijl jongere collega's van de groep Grote Gast worden vrijgelaten, moeten Boonstra en een paar anderen van de groep in juli 1944 naar Duitsland. Boonstra komt uiteindelijk ziek en verzwakt terecht in kamp Hersbroek. Gevangenen in dit kamp moeten werken aan de aanleg van tunnels. In verband met bombardementen willen de Duitsers hier een deel van de oorlogsindustrie onderbrengen. Maar Boonstra zal dit werk niet of nauwelijks meemaken. Hij overlijdt 2 weken na aankomst. Het nieuws bereikt de familie pas een paar maanden later. Boonstra's vrouw kan het niet geloven. Nee, in het begin liep mijn oma steeds naar de brievenbus, omdat ze toch per week wel een brief verwachtte van haar man. En nog niet echt kon geloven dat hij overleden was. Ja. Dit zijn de foto's van de bevrijding. We waren natuurlijk allemaal blij dat de oorlog voorbij was. En hadden wij een feest, een optocht door het dorp heen met allemaal versierde wagens. En hadden mijn zussen of met een groepje deze wagen gemaakt. En er staat op: wij eren hen die voor ons vielen. Hier is dus ook een soort grafsteen gemaakt. Kun je hier weer op zien. Daar hebben ze ook de eerste prijs mee gewonnen. Voor iedereen die bij ons in het dorp gevallen is. En dat waren er nogal wat. In het dorp wordt na de oorlog met respect over Boonstra gesproken. Maar ondertussen moet zijn weduwe nog jaren strijd leveren voor officieel eerherstel en een pensioen. Boonstra had immers een dienstbevel geweigerd en was daarom oneervol ontslagen.
Uw echtgenoot had echter na zijn ontslag als opperwachtmeester de staatspolitie voor u en de minderjarige kinderen het behoud van uitzicht op pensioen kunnen verzekeren. Op grond van artikel nummer zoveel. Dus ze zeggen van ja, maar je hebt je ook niet verzekerd tegen ontslag. Dat was dom van je, had je van tevoren moeten doen. Staat ook ergens dat hij gewoon de regels beter had moeten lezen. Ja. En de premie door had moeten betalen. Ja. Vanuit Vught. Ja, vanuit kamp. Ja. Dus je moet zorgen dat als je in een concentratiekamp zit, dat je wel je gezin laat verzekeren aan de andere kant. Ja. Echte Joodse naam, hè? Israëls. Israëls. Hier staat naam van mijn grootvader. En hier heb je de namen van de Joden die uiteindelijk toch weggevoerd zijn. Die zijn uiteindelijk opgepakt. Door andere politieagenten. Door andere politieagenten, ja. Dus uiteindelijk heeft de actie toch ook niks opgeleverd. In die zin heeft het niks opgeleverd, maar je zou kunnen zeggen moreel gezien wie wel. Hè? Iemand die bij zijn principiële keuzes blijft en zijn standpunt inneemt. Dat is natuurlijk ook wel een goede kant van de zaak.